Goeiedag allemaal, zijn we weer in Paul's Kitchen. Ik heb deze Telecaster pas gekocht van een kerel in Zutphen. Marcel heet hij. En het is geen officieel Fender, kijk, geen naam op. De hals is van All Parts, licensed by Fender. Een van de andere Fender body. Texas Special Pickups, Switchcraft, Jack Plug. Allemaal met koper platen bewerkt voor de screening binnen. En heeft niet een fortuin gekost. En it plays pretty good. En ik ben wel blij mee. Versterken hier. Dat was een cadeautje van mijn kameraad Stef Oosterink. En deze ding heeft een chorus pedaal en ik zet hem even aan. Dat hoor je in bijvoorbeeld. Gitaarvrienden even leren van deze week is niet de hele akkoord spelen, maar gedeeltes van. Drie snaren bijvoorbeeld. Je zult zien wat ik bedoel. Ik ga wat spelen met A mineur, G, F. Er is ook een D en een C erin. Niet moeilijk. Wat ik ga doen, hier heb je een A mineur akkoord, hier helemaal bij de 9e fret. Maar wat ik ga doen is alleen dit, de 3e, 4e snaar en de A open. Dat is ook A mineur. En dan ik ga hier, toch met de A eronder, de A ligt constant onder. Dit is van deze G-akkoord hier. Maar we spelen alleen. En dan dit. Zo doen we dit. Dit. Dan gaan we naar hier naartoe. Dat is A mineur weer. Dan gaan we hier naartoe. Dat is van deze G-akkoord. Maar alleen drie snaren. Dan gaan we hier naar F. Maar ik maak F major 7 van. En kan je met je pink zo op de D-toon op de bass naar. En ik ga weer naar G, maar dan de grote. Dan doe ik. Dat is de bedoeling. Oké, here we go then. Ik ga hem niet te snel spelen. Thank you.
idea. It's niet zo moeilijk. Leuk natuurlijk als je met iemand speelt net bijvoorbeeld twee gitaars. Je kunt het om en om solootjes maken. En dit is een vrij makkelijk stuk. Leuk, hè? Tenminste, zo hou ik me bezig. Nu dat ik met pensioen ben, zo hou ik mezelf bezig. Ik zet even mijn chorus uit. En dan... ik zou zeggen... Goodbye until the next time in Paul's Kitchen. Veel plezier. Yo.